Oké, okay, kom weer terug. Oh, waar de oh, je bent gevlucht, poesie. Poesie. Ja, ik moest even wat eten, hè? Ja, nu ben ik dood. Oké. Okay. Door boog. Boog is heel effectief tegen zombies, by the way. Maar nu weet ik waar jij ongeveer zit. Ja, nu ga ik ergens anders heen, hè? Of niet. Oh, er zijn mini-zombies, by the way. Ja, ik wist het, zie je? Ja, nu wel. Je misvormde broertjes zijn gekomen om je een knuffel te geven. Ja, dat zijn jouw misvormde broertjes. We zijn even klein als jou. Maar hebben wij seks gehad zodat we mini-zombies kennen? Oh mijn god, dit gaat helemaal de verkeerde kant op, dude. Ah, I died. You perf. Ik had het gewoon over... Jij moest weer daar naartoe, hè? Wat? Tune toch. Hoe moeten we anders zulke dingen krijgen? Ja, magie. Wat dacht je daarvan? Alles is te verklaren met magie. Ja, magie. Een gigantische meteoriet die op de aarde valt. Magie. Baby zombies. Magie. Een kandelaar die uitgaat. Magie. Een schoen die niet past. Magie. Ah, oh, ik ben uit. Dat is geen magie. Oh, wat is dat dan? Geen idee. Ik heb geen idee. Seks. Nothing. It's magic. Oh, nee. Magie. Nee. Magie. Nothing happened. Oh mijn god. Jullie omsingelen ons gewoon. Maar dat betekent wel dat minderen zich op de muur focussen. Oftewel, ik ga jullie daar even irriteren. Ja, ik zat de hele tijd aan de muur te werken. Ja, maar deze mensen niet. Oh, blijkbaar zit er. Ja, ik ga even naar voor. Of naar achter. Wie weet. Oeh, je zit dus voor. Cool. Ja, nu moet je naar achter als je... Ik vind het niet erg. Ik kom je wel halen. Ik hit nu een zombie en ik ga weg. Want er zat even een creeper hier voor ons. Muur versterken. Hoppakee. Ja. Oh mijn god. Ik ben weg. 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 Ik ben weg. Ik ben weg. Ik ben weg. Ik ben weg. 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 Ik ben weg. Ik ben weg. Ik ben weg. 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 Ah, dit is zo moeilijk. Ik vind het leuk dat mensen schieten, want vanaf 5 blokjes kunnen ze namelijk niet meer met een boog. Echt niet? Nee. Boog spamming hebben ze gedisabled, want... Dat is nogal OP tegen zombies. Oftewel, als een zombie dichtbij kan komen, dan moet je gewoon meteen je zwaard trekken, want... Hoe bedoel je? Je kan toch wel... Nee, je kunt geen damage meer doen met je boog dan. Als je zombie dichtbij staat. Je boog werkt... 5 blokjes is minimaal, als je damage wil doen. Oké. Okay. Dat is niet in vanilla, dat is gewoon de plugin. Kut. No. Ben je dood? Ben je dood? Answer me! Nee, ik lag en... Nee, ik ben niet dood. Ik ben niet dood. Damn it! Ja, internet is een beetje kut nu. Ja, ik heb het zelf door. Dat maakt niet uit. Ja. Oh jee, ik zit in een gat. 1-1. Eruit, kobbel. Ik heb geen taartjes meer. Ach ja, dat maakt niet uit. Oh mijn god, ik wil tenminste 1 keer raken. Yes! Yes! Nee, ik had je dat niet moeten gunnen. Yes! Totally worth it. Normaal zou ik dat nooit doen in een PvP situatie, maar om een kleine dwerg te rammen vind ik geweldig. Oké. Okay. Nou, wees eerlijk. 5-1. Dan moet je gewoon rennen. Maar ja, er zat een klein mini dwergje tussen. Oftewel, dan maakt het een stukje leuker. Oh mijn god. Oh jee, creeper. Oh shit, ik ga weg. Oké, okay, doei. Holy crap, ik vloog meters de lucht in. Waar ben je? Je klonk even als een robot voor mij. Oké. Okay. Ik werk aan de muur. Oké, iemand denkt dat hij slim is? Dacht het dus niet. Oké, hij is ontsnapt, helaas. Ik heb ook een beetje nu op de server. Ja, nu... Wow. Oké, goed. Het gaat nu wat beter. Heb je ook zo'n lag spike net? Ja, kleintje. Niet heel erg, maar het ging even slower. De server kan soms een lag geven en soms onze computers ook, want we hebben beide bagger internet. Ben je er nog? Ja, ja. Ik ben er nog. Hallo? Oké, wat? Ben je Hallo? Er nog? Hi. Ja, ik ben er nog. Moeten we elkaar misschien opnieuw bellen? Ja, bel maar even opnieuw. Oké, jongens, ik denk dat... Oké, we gaan elkaar opnieuw bellen. Call me, maybe. Even wachten hoor, ik ga even... Bel me. Dus even naar binnen, anders is het wel een beetje stom. Nou, ga naar binnen. Oké, goed, even
Ja, je kan wel even opnieuw bellen. Ja, doe maar. Oké. En we zijn June kwijt. Geweldig. We kunnen ons nu focussen op het gevecht. En eindelijk is die... Ah, oh, godwerg kwijt. Ik neem even op, want ik snap niet storen. Beantwoorden. Ik stond op niet storen, sorry. Oké, hallo? Hallo. 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 Nu gaat wat beter, lijkt het. Hallo. Hallo. Hi. Nu lijkt het wel wat beter, niet? Ja, bij mij ging het prima op het einde, hoor. Ah, bij mij niet echt. Oké. Okay. Ja, weet je, als we gewoon opnieuw moeten bellen, het zij zo. We hebben beide slecht... Hoi! You fuck hell! Nee, het werkt niet, pijlen. Godver. Die, you little... Oké, ik moet afstand nemen. Waar is die kleine kleuter? Ah, je bent ontsnapt. This time you escape me. Ik ben je kwijt. Ik zit nu een zombie te vechten. Ja, daar ben ik niet. Te vechten. Als ik het was, was ik aan het schreeuwen. Ja. En je kunt het altijd in de chat shit. Zien. Ik lagde en dus ik wist niet dat een queer performer stond. Lol. Maar ik ben dood. Je hebt het overleefd, hoor. Ja. Oeh, gelukkig. Eerlijk, ik weet niet eens waar mijn shrine is nu. Want ik... Nou, het is gewoon dat ik geen beacon staal vind. Hij zit gewoon helemaal beneden. Ik word gepakt van een zombie van achter. Ik focus me even, want ik wil even een kill krijgen. Kom op. En ik focus op de... Oh mijn god. We gaan flink wat damage doen. Ja, oh volgens shit, mij hebben we hier een kill. We hebben hier een kill. Oh mijn god. Ah, ik zag de groene dingetjes niet. Ik zal ook nog even snel iets uitleggen voor alle mensen die kijken. En ook misschien voor jou, misschien wist niet. Als jij een zombie met je zwaard vermoordt... Dan krijg je sparkeltjes om je heen. En dan one-hit je elk monster voor 2 seconden of zo. Oftewel, voor monsters, alsjeblieft, ren super hard weg. Als mensen groene sparkeltjes krijgen. En dan kan je instant kill doen. Ja, zo houden mensen het op het einde heel lang vol. Want ze hoeven maar 1 zombie te vermoorden. En dan kunnen ze echt in 1 keer 10 zombies achter elkaar vermoorden in 1 keer. Ja, maar hoeveel seconden was het ook weer? 2 of 3 seconden. Maar als je er dan met dat weer eentje vermoordt, dan gaat het door, snap je? Het is meer een killing spree rampage. Hé, hey, we gaan een beetje door de muur heen. Dus ik ga je weer de eerlijke tip geven. Zoals ik vorige keer deed. Zorg dat je niet te veel op het voorslagveld staat. Want we komen veel te dichtbij nu. Je archers hebben weinig zin meer. En vorige keer luisterde je niet. En toen ging je dood van blindness. Als je nu langer wil blijven leven, moet je misschien... ik zeg niet nu terugtrekken. Maar bedenk je wel dat we nu echt gewoon door de muur breken en met z'n allen gewoon tegen de muur aan plakken. Dat betekent dat heel snel creepers dadelijk alles gaan opblazen en dan zijn jullie screwed. Jullie staan nu nog wel met archers, maar we komen echt heel dichtbij. Zombies klimmen. Oké, ik ga dood. Doei. Of ik ga niet dood, maar... Je wordt flink gerest, ja. Nee, kijk die... Oh, hey! Hoi! Oh, wow. Doei. Spam dit vol. Je valt wel op als klein ventje. Pak hem, zombies! Oh, spam dit vol. Je moet niet te veel spammen. Doe het alleen op goede momenten. Want als al je mana op is, dan ben je sneller dood. Ja, weet ik. Ik had iets van de helft nog. Oh jee. Oh mijn god, okay. Creeper heeft je. Oh, volgens mij ga ik je hebben hier. Kom hier, kleine. Okay. Kom hier. Oh jee, oké. Okay. Ik ben dit de hele tijd, hè. Dit ben ik de hele tijd. Ga weg, ik zie niks. Oké. Rustig, naar binnen. Hey, naar binnen. No you won't. No you fucking won't. Ik laat je niet ontsnappen. No! Oké, hoe? Damn it. Hoeveel hartjes had je ongeveer? Ik ben 2 hartjes kwijt. Nah. Maar je hebt de hele tijd heart potions gespamd. Oftewel, hoeveel karma heb je nog? Of mana? 500. Oké. Nou, dan was ik flink op weg. Dan heb ik echt de helft van je levens weggehaald. In mijn eentje. Dus dat is best goed. Mm-hmm. Dwarfs hebben echt heel veel levens. Oftewel, in je eentje kun je bijna nooit heen wonen. Ah, weer donker. En mijn torches zijn op. Nou, dat is lekker. Oké, dan. Oh jee. Ga weg. Oh, creeper. We komen heel vervelend dicht in je muur. Mm-hmm.
Maar je trok weer niet op tijd terug. Daardoor kon ik je helemaal doodmaken, snap je? Dus weet je, ik wil niet zeggen luister altijd naar mij. Want dat is het domste wat je kunt doen. Want dan ga ik je letterlijk gewoon in de val lokken. Want dat vind ik leuk. Uh-huh. Maar als ik zeg een eerlijke tip. Nou, kan ik ook liegen, maar... Nu was het een legitte tip. Ik zei dat we tegen de buren aan zaten. En jij bleef gewoon buiten voor de muur staan. Je had daar net zo goed dood kunnen zijn als ik niet in mijn eentje was. Maar just saying. Oké. Okay. Eigen keuze. Ja, ja. Oh. Oké, okay, nu moet ik me wel terugtrekken. Doei. Oh, je staat daar nog steeds! Are you serious? Ja, ik word steeds genomen van alle zombies van alle kanten. Hé, hey, ik sta weer achter hier. Oh jee. Je bent zo dood, dit snap je, hè? Ai, man. Oh, kut creepers! Ik ben helemaal... Omhoog, omhoog, omhoog. Het is hetzelfde. Oké, okay, goed. Hoe? Oude opa geluidjes. Great. Je hebt het overleefd. Yeah. Heb je het overleefd? Oh. Ja. Kut creeper. Echt, die creeper blies me de muur... Over de muur heen, uit jullie basis. Ik zat de hele tijd jou te irriteren. Maar sure, je bent ontsnapt. Voor deze ene keer. Oh yeah. Even... Oh, een zombie zit binnen, oké. Okay. Oh ja, er zit wel meer binnen, hoor. Oh jee. Nou, oké, goed. Ik lok hem wel even naar het midden toe. En dan gaan alle andere mensen die wel pakken. Ik pak die andere zombies. Ja, ik weet niet wat je allemaal doet, maar ik ben je kwijt, helaas. We blazen helemaal door jullie muur heen. Geen kans dat jullie dit overleven. Kan je eigenlijk bouwen in het gebouw? Ja. Oh, oké, okay, dan ga ik de... Dus als je slim bent, bouw je gewoon wat muurtjes. En je zorgt dat je... Zorg wel dat je goed kunt schieten. Ik weet niet. Indoors, by the way. Alles binnen in de basis doe je half damage. Oftewel, dan moet je twee keer een creeper raken met je boog, et cetera, et cetera. Oftewel, zodra wij binnen zijn, wordt het echt moeilijker en moeilijker. Oké. Okay. Even zien, ik heb nu 26 cobblestone. Nee, niet echt veel. Oh, een creeper bit. Nee. I'm eating your cake! Let me be! Okay, take your stupid cake. Okay, ik zit in een zombie in een hoekje. Okay, die is... Shit, ik moet snel... Ja, laat me zitten. 3 seconden is al voorbij. Ik had net de zombie vermoord. Wat doe je? Niks. Oké. Okay. Even zien. Shrine. Helemaal niks. Ik doe helemaal niks. Waarom zou ik iets doen? Omdat jij een zombie bent. Of creeper. Of skeleton. Of iemand anders. This might be true. Ben je al buiten? Zijn spinnen. Ben je buiten of? Want ik ben binnen. Ik ben buiten... Op het gebouw, als je me begrijpt. Ja. Ik ga even nu naar het shrine toe. Oké, afstand nemen, afstand nemen. Sure. Ze hebben hier een fucking hotel van gemaakt. Of wordt het zo? Nee, dat hebben ze waarschijnlijk gemaakt. Dat is een... Ja, dat hebben ze gemaakt. Ik weet niet of dat een goede techniek is. Ik weet... Ik weet niet of dat slim is. Ik ben nog geen enkele coole klas geworden, bedenk ik nu ook. Ik vind het niet erg, maar... I'm still me. Een zombie. Ik bedoel creeper. Skeleton. Ach, I failed. Het is wel leuk dat jij nog leeft. Dan kunnen ze het van twee kanten bekijken. Als je het tot het einde volhoudt, is het wel heel leuk, denk ik. Want dan hebben ze een reden om gewoon beide kanten te bekijken. Hoe lang duurt het eigenlijk als... Hoe kunnen de dwarves eigenlijk binnen? Niet. Uiteindelijk verliezen ze. Het is eigenlijk was het eerste idee van het spel. Hey, het is een role-playing game. Ken je roleplay? Ja. Oké, nou sommige mensen mogen niet dus. Een roleplay game. Oftewel het is gewoon dwarfs, een key beschermen. Ik neem wat afstand, want deze heeft groene sprinkeltjes. En het geluid is veel te luid. En het is gewoon een leuk spel dat ze elke vrijdagavond streamden ofzo. Dat was het verhaal en dan gingen ze dat spelen en er waren er draken die aanvielen. Speciale dingen. Nu hebben ze het voor een plugin gedaan. Oftewel, nu is het gewoon een paar wither away. Snap je? Maar het is dus roleplay based was het. Dus er is geen manier om te winnen. Het is gewoon een leuk iets waar het...
Hey, daar ben ik weer. Mijn geheugen zat vol, zoals je zag, aan June's kant en niet aan mijn kant, want ik heb geknipt. June, zeg eens wat er is gebeurd. De opname van hem ging opeens... Nee, je bent dood. Daar gaat het om. Oh, oké, dat. Oké. Niet door mij, helaas, maar... hij is dood. Ik had 100 gigabyte klaargemaakt voor deze opname, maar blijkbaar was dat niet genoeg. Maakt niet heel veel uit, maar ik heb wel jou dood gemist. Als je zijn dood wil zien, ga naar zijn kant. Kijk. Nu komen hoeveel ruimte heb je nog eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik zou heel even snel kijken. Eigenschappen. Ik heb net een half uur aan voet... Ja, 158 heb ik nu weer vrijgemaakt. Dat is wel snel gedaan. Half uur League of Legends footage verwijderd. Wat ik toch niet wou gebruiken. League of Legends? Ja, we wouden het uitproberen, maar de footage was mislukt. Maar ik heb het altijd nog bewaard voor het geval dat. Maakt niet uit. Dus... Oh shit, nee, ik wil niet ontploffen. Ik heb ongeluk... Oh nee! Oh, godverdomme. Ik weet niet wat er aan jouw kant gebeurt. Ja, ik ging dood. Omdat ik ongeluk, zeg maar... Je weet ook creepers? Die blazen zichzelf op. Ja. Nou, ik heb me ongeluk zelf opgeblazen omdat ik ongeluk op een knopje klikte. Ah, handig. Ja, en dan wou ik denyden, maar ik wist niet hoe dat moest. Ik denk, rechtermuisknop? Ik weet niet, volgens mij kun je dat niet denyen. Oké. Oh, creeper. Oh. Wow. Ben je creeper of ik ben wel een creeper? Ik ben een zombie die probeert te overleven. Nou, ik ga zo meteen zombie worden. Oh, charge creepers. Ik neem even afstand. Doe je ding, creeper. Je gaat toch niet dood van hun, of wel? Zeg maar door een... Oh! Oké. Wauw. Die gast owned net echt 100 mensen. 360. Woo! Oké, ik ga naar beneden. Ben jij creeper? Ja. Yep. Wacht even op mij. Ik sta hier als zombie. Shit. Ik ben met... Wauw, 2 pijlen. Oh, je was gewoon daar beneden. Ja, ik was creeper. Ik wacht wel even hier op een hoopje en dan ben ik aan het springen. Oké, ik ga echt naar beneden nu. Recht naar hun toe. Denk ik. Even mijn microfoon wat dichterbij zetten, want... Wat ik heb is, ik heb zo'n headset microfoon, hè? Ja. En als ik die nu dichtbij genoeg zet, dan zeg maar bij mijn mond... dan hoor je mij helemaal niet zo goed. En mijn microfoon gaat altijd zeg maar... Hoe heet dat? Veert het zeg maar terug. Dan gaat het zeg maar in een andere positie zitten. Ah, oké. Okay. Hij zeg houdt maar, het niet dan... goed vast, ja. Ja, die houdt de positie niet vast. Ik ben al naar voren gerend, by the way. Ik ga nu naar beneden. Ik zit nu echt bij hun. Oh, daar naar beneden. Je moet even... Er is beneden... Ik ga hun opblazen. Oké. Snel. Oké, ik weet niet of ik iemand had doodgemaakt. Nee, je hebt niemand doodgemaakt. Geen idee. Ik word gewoon een zombie. Ja, we zijn dicht bij de shrine nu. Ja? Ja, we zijn heel dicht bij de shrine nu. Wow. Niet doodgaan nu, zombies. Alsjeblieft. Als één zombie doodgaat, gaat de rest ook dood. Omdat ze dan allemaal als fancy... Oh ja, oké, ja. En ze zitten vast in het gebouw bij elkaar. Ja, oftewel, het is heel gevaarlijk. Heb je dat nog wel opgenomen, zeg maar, van het stuk dat je uitlegt van die zombies en zo, zeg maar? Welk dat je deel? Als je één... Ja. Van, ik ben, laat maar zeggen, tot het stukje waar ik uit ging leggen dat het roleplay was. Ah, oké. Dus dat valt wel mee. Er is niet zoveel verloren. Ja, een klein beetje. Het is altijd jammer, maar... Volgende keer maak ik gewoon 200 gigabyte vrij. Dan is het goed. Mhm. Ja, ik dacht dat je evenveel gigabyte, hoe heet dit, nodig had als ik. Ja, 80. Nou, ik dacht ook wel dat het goed was, maar blijkbaar niet. Meh. Schijt, ja. Laten we focussen op het spel. Laten we even zorgen dat we nu winnen. Even die laatste dwarfs. Oh mijn god. Oké, terug. Even, ben even achter iemand aan lopen. Eating cake, stealing your cake. Ik heb eten nodig. Zo. Je had wat cake.
We staan er een beetje chill. Ik ga even focussen op. Oh jee. Oké, goed. De creeper heeft de potions opgeblazen. Oh, nice. Het zou wel slim zijn als die dat als eerst had opgeblazen en dat niemand zo'n potion kon krijgen. Oh ja, dat zou een goede techniek zijn. Blijf daar! Okay, oh, creeper. Oké, de dwarfs die gaan campen. Ja, we zitten achter allemaal. Oh, wegwezen! Oh. Te laat. Iemand heeft groene particles. Oh, hij is dood. Oh. Oh. Ik besef me nu dat ik geen enkele schools ben geweest deze ronde. Sorry? Geen enkele schools geweest deze ronde. Ja, ik heb altijd iets cools. Ja. Wat had ik de vorige keer ook? Iron Golem. Golem. En ook nog een spider. Ik had het trouwens van jouw kant bekeken, was best wel cool. Je was inderdaad slow. Spider. Oh ja, spider. Oh ja, dat bedoelde ik met... Dat bedoelde ik met slow hakken. Of dat ik... mijn arm bewoog heel erg langzaam, maar het was wel instant minen. Ja. Nee, maar ik had helemaal fout inderdaad. Ik dacht dat Iron Golem voor veel damage was, maar het was gewoon voor veel hartjes en door muren breken. Dus creepers hebben geen hartjes bijna en die willen door muren breken. En de Iron Golem is gewoon echt gewoon voor hardcore damage. Hij heeft groene sprinkels. Neem afstand, mensen. De laatste dwarf. Er zijn er nog 7, wat? 7? Ja, maar ze campen allemaal een beetje ondergronds, oftewel. Oké. Oh ja, ze zitten hier beneden nu. Ja, oké, laat ze naar beneden, maar ga een beetje bij de shrine chillen. Nee, beneden met... bij de shrine bedoel ik. Ja, weet ik. Oh. Het heeft niet echt zin, of wel, om ze daar te slaan. We kunnen beter gewoon bij de shrine gaan staan, dan gaat de shrine power sneller naar beneden. Iedereen staat hier... Ik ga hier een screenshot van nemen. Oh echt? Dat doe ik dan ook maar. Oh wauw, dat zwaard ziet er derpy uit. Lol. Screenshot teken. Hoi. Dat ben jij, oké. Waar ben je? Ik kan je naam niet zien geloof ik, of wel? Ik sta nu op het redstone hier. Oké, die screenshot kan ik niet... Oh shit. What the fuck, creeper. Oh mijn god. Iemand komt naar boven en denkt dat hij slim is. Okay. Fucking creepers! Oh. Zo. Oh, hij heeft goede sprinkels! Okay. Oh wacht, ik ben geen zombie. Laat me zitten, joh. Dat geldt voor elk monster. Volgens mij. Ja. Awkward. Ik stap de shrine een beetje te wachten. En we hebben hem over een paar seconden. Kom er gezellig bij staan, of ben je dood? Nee, ik ben er nog. Alleen lijk ik heel raar nog. Genoeg. Normaal, het vorige keer was dat niet. Heel raar. Yay! Hey! Poepseks. We beginnen ermee en we eindigen ermee. Yes! Yeah! Dit was Dwarfs vs. Zombies. Dankjewel voor het kijken. Als je meer wilt, zeg het alsjeblieft in de comments. We vinden het heel leuk. En als jullie zeggen dat je meer wilt, dan kunnen we dat regelen. Dus heb je nog iets te zeggen, Dune? Behalve poepseks. Ik lag een beetje. Je lagt een beetje? Oké. Dat is heel. Dat voegt veel toe. Ja. Banaan. Later! Later! Banaan. Weet ik veel.